Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Deze video gaat speciaal over de serie van Helen Grace, die begint met Ine Mine Mutte. In deze boekenpraat zal ik het eens hebben over de serie waarin Helen Grace de hoofdpersoon is. En ik heb de eerste twee boeken gelezen en daar ga ik jullie nu wat over vertellen. Het eerste boek is Ine Mine Mutte. In dit boek is er een seriemoordenaar aan het werk en die ontvoert steeds twee personen. En ze worden in een afgesloten ruimte gestopt, waarbij één pistool op de grond ligt met één kogel. En dan worden die mensen die vastgehouden zijn de vraag gesteld van ja, één blijft leven en één zal er doodgaan. Wie kan de ander doodschieten om zichzelf te redden? De plaats waar de mensen worden vastgehouden is vaak een plaats waar eigenlijk niemand komt, waardoor ook die mensen niet gevonden worden. En het lijkt alsof de slachtoffers zomaar random gekozen zijn, maar er is toch iets wat hen moet verbinden. En dat uiteindelijk blijkt dat iets heel groots te zijn, wat ik natuurlijk niet kan vertellen nu. Maar zodra je het aan het lezen bent, heb je echt geen idee wat het zal zijn. Je leest wel dat Helen, de hoofdpersoon, weet wat het antwoord is. Maar jij als lezer weet dat toch niet. En dat maakt dit boek echt heel spannend. Want zij weet wat er aan de hand is en zij gaat verder zoeken. Maar jij als lezer weet nog helemaal niks. En dat vond ik heel erg goed aan dit boek. Ik heb dit boek volgens mij ook 5 sterren gegeven. Het tweede boek is Piep zei de muis. En eigenlijk gaat het meer om vader was niet thuis. Er worden namelijk vaders ontvoerd met een dubbele agenda. Het eerste slachtoffer is bijvoorbeeld een man die heel erg met de kerk bezig is. Maar hij wordt vermoord in een pand waar heel veel hoeren aan het werk zijn. Dus ja, hoe zit dat nou? En dat wil Helen Grace natuurlijk uitzoeken. De media noemt hem de omgekeerde Jack the Ripper. Een seriemoordenaar die aast op vaders met dubbele agenda's. Naarmate je aan het lezen bent, kom je erachter dat de seriemoordenaar niet een man is, maar een vrouw. Er worden meerdere mannen vermoord en elke moord was eigenlijk iets gruwelijker. En de allereerste moord, daar zat een zak over de hoofd van iemand heen. En bij de andere niet. Dus daar proberen ze dan ook iets uit te halen, de rechercheurs, van ja, vond hij het de eerste keer een beetje eng of kende hij een slachtoffer? En daar proberen ze dan mee aan de slag te gaan. Ine Mine Mutte en Pluk een Roos zijn de eerste twee delen uit de serie. Hierna komt Pluk een Roos, die heb ik toevallig net besteld bij de Bruna, want die is in de aanbieding. De serie bestaat tot nu toe uit 5 boeken, maar in november komt het 6e boek. De eerste is Ine Mine Mutte, Piep zei de muis, Pluk een Roos, Klikspaan en Naar bed, naar bed. Ook dit boek geef ik 5 sterren trouwens. Dat was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. Laat even een reactie achter als je ook de serie hebt gelezen. En ik zie je graag snel bij een nieuwe video. Doei! Ook dit boek gaf ik 5 boeken trouwens.